Zo, goedenavond. Jullie zaten er alweer klaar voor, zie ik. En het is de laatste ronde van vandaag. Ik mag het afsluiten met een demo eigenlijk, hè. Studio Light Demo Dag van Hobbyvision. En dat gaan we doen met een best wel uitgebreid project. Dus ik denk dat het wel wat later wordt. Nou ja, je kan altijd zeggen ik ben het zat, ik zet hem uit. Of je kijkt het later terug, dat kan allemaal. Maar ik had diverse ideetjes en dat heb ik allemaal een beetje samengevoegd. En dat ga ik dus vanavond doen. Oh Anita, daar sta je niet lekker warm, denk ik, bij het station. Want ik vond het koud. Tenminste, ja, het heeft hier ook gesneeuwd vanmorgen. Hele dikke vlokken. Het is alleen, er is niks van overgebleven, zeg maar. Ze waren zo weer weg. Dus de trammeland, wou ik zeggen, komt ook weer, de sneeuw. Ik hou er helemaal niet van. Ja, als het één keer ligt, vind ik het wel mooi. En als dan de straten schoon zijn, zeg maar, dan vind ik het wel weer prima. Maar voor de rest ben ik niet echt een fan van sneeuw. Maar goed, ik hoop ook dat ik het hele uur blijf. En anders gaan we gewoon opnieuw beginnen. Ik heb geen idee wat er dan aan de hand is. Ik ga gewoon beginnen. Zoals ik zei, ik heb een best wel lang bedenksel. Ik ga bij het begin beginnen. Dat is misschien wel het handigste. Even zien, dat heb ik ook nog niet nodig. Dat kan aan die kant. Ik ga, pluisje. Ik ga beginnen met aquarelpapier. En ik heb in dit geval even zo'n gelijmd blokje. Waarom? Omdat er dat nog lag. Ik denk, ja, dat kan ik ook wel eens een keer gebruiken. Het is wel een gelijmd blokje. Trekt natuurlijk niet krom als je er veel water en dat soort opdoet. Het is van Terschelling, Schut. Normaal hebben wij altijd de gele kleur, maar dit is nog een blauwe. Maar goed, het werkt allemaal hetzelfde. Het is gewoon een verlijmd aquarelpapiertje. En dit is een 300 grams. Daar ga ik op beginnen. En ik ga dan weer beginnen op mijn favoriete manier met verfjes. En in dit geval heb ik hier een hele mooie tray staan met de acrylverfjes van Art by Marlene. Er zit een mooi houten treetje omheen. Misschien dat Janine ooit zegt ik geef hem nog een kleurtje, want het treetje is van Janine. De verfjes, ja, zoals je van Marlene gewend bent, lekkere vrolijke kleurtjes. En er zitten ook wat meer pastelachtige tintjes bij. Ik zet hem hier even naast me. Ik heb een aantal kleuren uitgezocht. Ik ga ze niet allemaal gebruiken, want dat is een beetje veel natuurlijk. Maar ik ga 3 of 4 kleuren, daar ga ik mee beginnen. En die zet ik op dit papier op mijn favoriete manier. Nou, en ik begin met een Tuscan kleur. Die zet ik, of daar zet ik een streepje van op de craftsheet. Dan ga ik met de Tabacco. En die tubes zijn eigenlijk super handig, want je kan ook zeggen van goh, ik zet meteen iets op mijn braaier en rol het dan uit. Dat kan ook nog. Je kan er ook meteen mee op je papier werken. Je kan ermee inkleuren. Het is eigenlijk heel multifunctioneel. En je kan ook nog ermee inkleuren. Moet ik even spieken. Ik had de Tabacco heb ik. De gele heb ik.
En dan had ik nog een ander kleurtje erbij. Welke was dat ook alweer? Deze, de zand. Nou ja, maakt ook niet zoveel uit. Oh nee, de zwart. Sorry, de zwarte was het. Ik heb een paar proefjes gemaakt, maar dat was het. De zwarte, de Tuscan en de tabacco. Die drie kleurtjes had ik gebruikt. Nou, als ik nog slim ben, zet ik ze even naast elkaar in het bakje. Ze zijn altijd meteen bruikbaar. Omdat ze op de kop in dat bakje staan, zit dus ook meteen de verf voor in de tube. En nou, ik ga gewoon die verf een beetje weer op de manier wat jullie wel van mij kennen, ga ik dat weer aanbrengen op aquarelpapier. Dus ik ga weer lekker aan de klieder. En met het geklieder gaan we straks ook nog wat maken. Dus een beetje Tuscan kleur. Nou, het is niet echt, ja, het is wel echt van Art by Marlene, maar zij werkt natuurlijk met lekkere felle kleuren. En ik ga het een beetje rustig houden. Met wat, ja, wat basistinten, laat ik het zo maar zeggen. Een beetje oker en dat soort kleurtjes. Nou, ik heb iets te weinig, dus ik neem gewoon weer een streepje van de Tuscan. Nee, van de tabacco, sorry. Tabacco, dat is de bruine. De Tuscan, nee, dat is die gele, die hebben we wel genoeg. Hij smeert lekker uit. Hij is ook goed te gebruiken op een jelly plate, als je dat leuk vindt. Had ik ook nog kunnen doen, maar goed. Er komen vast nog wel meer lives. Dan gaan we daarmee aan de gang. Nou, nou komt een heftige. Dat is een zwarte. Die ga ik een beetje draaien, een beetje bij. Dat vind ik wel net zo handig. En eerst dacht ik, oh, die kleurtjes die zijn veel te donker. Maar uiteindelijk komt dat goed. Lijkt eerst een vreselijke kliederbende. Maar goed, ik hou wel van dat geklieder. Nou, en de randjes hoef ik nu niet helemaal zo perfect te doen. Want ik ga daar straks toch weer wat uitsnijden. Ik neem nog een beetje Tuscan erbij. Dat was die hier ook een gelige. Die komt er dan weer iets overheen. En dan is het weer een lekker kliederbolletje, zeg maar. Nou, even spieken. Wil ik hem nog wat bijwerken? Nee. Ik kan nog wel met een... Hé, waar heb ik mijn billendoekjes neergelegd? Oh, nee. Een billendoekje. Kan ik nog zeggen van, ik ga het wat uitvegen. Maar dan veeg je alleen de kleuren uit die nog niet droog zijn. Kijk, en dan krijg je dus een beetje één geheel, zeg maar. Dan veeg ik in dit geval die Tuscan uit, want dat was de laatste kleur. En dan vind ik hem eigenlijk wel okidoso. Althans, voor dit gedeelte. Even deze een beetje eraf. Zo. Nou, maar het wordt een beetje kerstachtig. Dus ik ga ook daarbij rood gebruiken. En dat is de ho ho ho. Nou, wat past er nou nog meer bij kerst als rood die ho 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 heet? Die komt daar nog weer lekker bovenop. Ik draai even mijn blok een beetje. Een klein beetje erbij. Een klein beetje.
van de ho ho ho. En dan is het voor mij ook ho ho ho, want het is wel aardig vol. Nou, prachtig. Althans, prachtig ook niet de boel. Even mijn... Vindt hem al mooi. Nou, we gaan er nog wel iets anders van maken hoor. Ik ga hem een klein beetje drogen. Een klein beetje. Als die bovenste laag even droog is. En deze acrylverf is zo droog, dus het gaat best snel. Want dan pak ik de wit. En dat is lees, oftewel kant. Nou, ik ga er ook kant van maken. Met een mask. En ik heb deze uitgezocht. Die vond ik wel leuk. Dat is de SLGR Mask 52. Vond die wel leuk, want die is lekker open. Althans open, ja, hij is wat grover, zeg maar. En daar zit zo'n mooie ster in. Dan neem ik zo'n sponsstokje. En wat witte verf. En dan ga ik daar een beetje deppend, een beetje wrijvend, ga ik die ster eroverheen zetten. En het wordt een beetje crunchy, dus het hoeft niet helemaal super netjes allemaal. Even kijken, deze is ook nog wel leuk. Doen we die hier. Kijk, ook wel een leuk patroontje. En dan doen we deze ster nog hier. Kijk, en dan wordt het al een heel ander gezicht met die... witte dingetjes ertussen. En dan daar nog eentje. Dat redden we nog net, denk ik, met de verf. Nou, ja. Die gooien we. In het emmertje water. Die vinden we straks wel terug. Goed beeld. Oh, heeft er iemand geen goed beeld gehad of zo? Nee. Ik heb iets gemist, geloof ik. Maar mijn beeld is in elk geval hier nog prima. Dus. Nou, daar staat. Nou ga ik hem wel even goed drogen. En omdat ik hem eerst gedroogd had en daarna die witte eroverheen heb gedaan, is dus die witte niet gaan mengen met die ondergrond. Want die ondergrond was eigenlijk ja, droog. Zo. Nou, dan is dit natuurlijk zo'n blok waar het vast op zit. Dus ik heb daar meestal even zo'n vouwbeen bij. En die schuif ik dan onder die plakstrook door. Zo, nou, die ben ik niet meer nodig. Dit is de basis. Daar gaan we nog lekker op stempelen. Even kijken waar ik die stempel neer heb gelegd. Ik had alles hier neergelegd. Hoe kan dat nou? Oh, het zit hieronder. Ik had hem alweer verstopt. Want deze wil ik hebben. Dat is een hele leuke. Daar zitten muzieknootjes in. En daar hou ik wel van.
Even een klein stempelblokje. Even zien, waar zitten ze? En zo. G-sleutel en wat muzieknootjes. Die doe ik op dat kleine stempelblokje. Een beetje schuin en scheef. Schots en scheef, hoe je het ook noemen mag. En dan gaan we daar gewoon simpel her en der muzieknootjes op stempelen. Niet te veel bij nadenken, gewoon hatsi-klatsi muzieknootjes. Een beetje her en der, dus ook wat rechtop en andersom. Zo. Even poetsen. Ik plak ze meteen even terug, want het zijn die kleine dingetjes, die kun je zo lekker kwijt worden. En dat is zonde. En dan zit er ook nog een leuk klein tekstje in van Merry Christmas. Die plak ik even mooi rechts op mijn acrylblokje. Mooi dat er van die streepjes op zitten. Dan kan je zien dat het recht wordt. En dat is Merry Christmas. En die ga ik ook weer her en der op die achtergrond stempelen. En zo maak je eigenlijk je eigen designpapier. Hoe leuk is dat? Ik hou ervan. Zo. Even uitstempelen. Dan krijg je wat van die lichtere tekstjes. Die kan ook aan de kant. Niet meer nodig. Deze even weer in de verpakking, wat bijna zeggen. En dan heb ik dus een achtergrondje. Nou, de VersaFine Clear Inkt, die moet eventjes drogen. Maar daar heb ik nu alle tijd voor. Want ik ga nou eerst met de basis bezig waar dit weer straks aan te pas komt. Dus wat een beetje, ja, ik heb een beetje veel uitbedacht. En dat ga ik allemaal combineren. Ik pak een snijmachine. Even deze kan ook even aan de kant. Zo. Een snijmachine. En wat kraft. Of cardstock. Wat er ook maar. Wat je er ook maar voor wil gebruiken. De verfjes aan de kant. En dan ga ik iets snijden. En dat moet zijn 23,5 bij 15,5. 23,5 bij 15,5. 15,5, ja. 15,5. En dat ga ik langs alle randjes rillen. Op 1. En op 2,5. Ja, inpakpapier kan ook. Zou ik wel iets dunner papier nemen. Dit is wel heel dik inpakpapier dan. wat zei ik nou op 1 en 2,5. Daar ga ik op rillen. Dus langs alle randjes. Op 1 en op 2,5. Nou, en dan hoop ik dat jullie het straks leuk vinden. Want ik vond mezelf eigenlijk wel heel grappig. Nou, dit ga ik weer inknippen. De tweede rillijn knip ik weg. Tot aan de tweede rillijn. De eerste rillijn knip ik rechts. Rechts van de eerste rillijn knip ik in. Tot aan de tweede. En die mag helemaal weg. En dat onderste flapje mag ook weg. Nou, die mij vaker hebben gezien, die kennen dit onderhand wel, denk ik. Want het is iets wat ik best wel vaak gebruik, inknippen. Tot de tweede rillijn en dan dat flapje weer weg. En dat doen we ook aan de overkant. Gaan we ook de tweede rillijn wegknippen. En de eerste vakjes helemaal.
tweede vakje weg. Ja, ik ga nu misschien wel een beetje snel. Maar anders dan ben ik om 10 uur denk ik nog niet klaar. En mocht je het leuk vinden om dit ooit na te maken, dan kan je het altijd nog even terugkijken. En er komt ook nog wel weer een blogbericht van. Dus. Maar goed, deze manier hebben jullie vast wel een keer gezien. Het eindresultaat nog niet, want dat heb ik pas zelf uitbedacht. Even tapejes erbij pakken. Dan ga ik op de allerbuitenste lijntjes, dus op de allerbuitenste delen, zeg maar, doe ik even een tapeje. Zo, daar zit tape op. Op die vier buitenste delen. En dan die kleine flapjes, die vouw ik naar binnen. En daar komt ook een tapeje op. Nou, dan pak ik iets groter tape. Vind ik altijd handiger. En die plakken we dan daarop. Dat is zo mooi, die scorttape is er dus in alle maten. Hè? Allerlei breedtes. Van 3 mm. Tot 12 mm uit mijn hoofd. En dan is er nog de 6 mm is er nog. En de 9 mm. Dus overal is wel een breedte door. Voor. Dan plak ik dat kleine flapje aan het andere deel. En dan wordt het, zoals jullie zien, een doosje. Maar dat hadden jullie volgens mij al wel gedacht. Ja, ik heb even de turbo aan. Nou, anders kom ik er vanavond niet doorheen. Denk ik. De flapjes die nu nog over zijn, daar haal ik de tape af. En die plak ik ook weer naar binnen toe. En dat is dan puur voor de stevigheid van de zijkanten van zo'n bakje. Als ik dat met één enkeltje zou doen, zeg maar, dan wordt zo'n bakje zo wapperig, zo flapperig. Oh, surprises maken, dat was altijd leuk. Ja, daar stopten wij altijd heel veel werk in. En dan was het zover dat de kinderen op school de surprise kregen. En dan was het kapot. En dan denk ik, oh, ben we daar nou de hele avond mee bezig geweest? En het is in een paar minuutjes is het stuk. Vond ik zo jammer altijd. Maar goed, het was altijd heel erg leuk om te maken in elk geval. Astrid, de maten die komen sowieso nog wel even voorbij. Ik zal, wat ik net al zei, even nog wel een blogbericht ervan schrijven. Want het gaat nu natuurlijk allemaal wel een beetje in turbo-stijl, zeg maar. Een bakje. Hartstikke leuk bakje. Wat gaan we daarmee doen? We gaan er een onderdeel bij maken. En dan snijd ik kraft voor van 26,2. Nu komen er een beetje rare maten voorbij. 26,2 bij 20,5. En die gaan we rillen. Even zien, 20,5, dat was deze, ja. Dus ik moet zo rillen, want mijn rillijn is 20,1 centimeter nu. En dan ga ik rillen op 1,6. Ja, ik zei, het worden een beetje vreemde maten allemaal, maar goed, dat kan niet anders. 1,6, ik draai hem even om, is iets handiger. 12,2. 13,8 en 24,5. Even spieken op mijn briefje. Ja, 24,5. Dan ga ik hem een kwartslag draaien.
En dan ga ik rillen op 1,6. Langs één kant. And that's it. Nou, dan gaan we het eerste hoekje wegknippen. Dus van die gerilde delen heb je zo'n hoekje gerild. En die mag weg. Die mag niet meer doen. Dan ga ik alle rillijnen even vouwen. Allemaal dezelfde kant op. Wel netjes rillen, hè? Anders dan lukt het niet. En deze nog. Even zien. Deze moet ik nog de dwars liggen, zeg maar even. En dan ga ik die rillijntjes. Het stencil wat ik gebruikt heb was de mask van Studio Light. Alles is gelinkt in de webwinkel bij Facebook Live. Dan onderliggende groepen ga je naar november. En dan de 27e. Daar staan alle producten gelinkt. Nou, we hebben dus nu, althans ik heb nu een gerild deel, een groot vak, weer een smal deel, een groot vak en weer een smal deel. En aan één kant hebben we dus een klein flapje, een grote flap, klein flapje, grote flap en eentje mag niet meedoen. Ja, het is heel zielig, maar nee, die mag niet meedoen. Ik vouw het nu. Laat ik maar even zo leggen. De eerste, tweede, derde rillijn, die vouw ik dubbel. Dan pak ik even mijn brede tape. En dan ga ik de buitenste, die nu enkel op tafel ligt, ga ik tot aan het eerste rillijntje, ga ik daar tape op doen. Dus niet op dat flapje, maar puur op die rillijn die dus daar ligt. Dan leg ik hem dubbel, hou alles goed vast, haal het beschermlaagje eraf en dan vouw ik die over het andere deel. En als ik het dan zo vouw, past het ook weer dubbel. En dan hebben we dus een doosje met één kant een opening en de andere kant moeten we nog even plakken. Dan vouw ik die twee flapjes naar binnen. Een andere grote flap naar binnen. En de laatste, die krijgt een stukje tape. Even ietsje smaller. Een stukje tape. En dan plakken we die dicht. Dan wil ik het netjes onder de camera doen en dan gaat het een beetje scheef. Nou. Zo. Nu hebben we dus een laadje. En in het laadje past weer dit doosje. Dat is alweer een begin. Ja, voor hele grote lucifers. Nee, dat gaan we maar niet doen. Allereerst ga ik nu even mijn zelfgemaakte designpapier erbij pakken. En daar ga ik even het mes in zetten. En die ga ik dan snijden op, ben ik even kwijt, 10,5. 10 bij 17, nee, 10 bij 18. Ik snij eerst het randje, oh dat hoeft niet, het randje is wel mooi. Dus hij wordt 10 bij 18. Nou, het onderste randje doe ik er wel af. 10 bij 18. Van mijn eigen gemaakte designpapier. Nou, hoe leuk is dat? Die komt op de bovenkant van het laadje.
Zo, even op zijn kop. En dan ga ik er even met een vouwbeen in. Zo. En dan hoop ik dat het zo allemaal plakt. En anders dan doen we er nog een tapeje bij. Ik ben ook nodig een paar strookjes van anderhalf was het toch? Had ik gerild, anderhalf. Ja, hij is anderhalf. Dus ik ga iets kleiner als anderhalf. Dus ik ga op 1,2. Snijd ik weer een strookje. Of twee strookjes eigenlijk. En dat was bij 18 of 18,5. Wat was het nu? 18 toch. Bij 18 centimeter. Nou, volgens mij schiet mijn bord steeds hoger. Deze ook weer bij 18 centimeter. Hoe verzin je het? Nou, ik moet zeggen, deze komt wel uit mijn tenen. Maar goed, het leukste komt nog aan het eind. Het papier wat ik gebruik, dit is het designpapier wat ik net gemaakt heb. Met de verfjes van Art by Marlene en de stencils van Studio Light. Dus een eigen gemaakt designpapiertje. Nou, deze plak ik op de zijkant. En op de andere kant komt deze. Oh, 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 oh. Zo. Nou, dan hebben we deze nog. En die was 10,5. Dus die moet 10 worden. Dan heb ik nog een stukje van 10. Dus ik heb toevallig 10. Ja. Bij 1,2. En die komt dan op de achterkant. Zo. Het witte papier eronder. Het witte papier eronder. Oh, dat is aquarelpapier. En bij deze had ik een keer Terschelling gebruikt. Maar het kan ook rustig met vazen. Ja, aquarelpapier. Omdat dat dus vocht aan kan. Hè? Omdat je met verf werkt waar weer water in zit. Dan. Daarom had ik dat dus met aquarelpapier gedaan. Even spieken. Ik ben nog een strookje nodig van 1,2. Zit dat hier nog aan? Ja. Want die komt op de voorkant van het laadje. Even kijken of ik de breedte goed heb. Nee, ik doe toch nog een tapeje. Net even wat steviger. Zo. Zo. Op één deel van het laadje heb ik dus nu designpapier geplakt. En ik ga daar een gaatje in maken. Een beetje in het midden. Dus ik kom weer met mijn knullige, maar handige, hoe heet dat ding? Geodriehoek. Ik vind dat zo'n handig ding. En dan moet ik aan beide kanten dus dezelfde maat hebben. Dat is 5,2. En aan dan is dit het midden. Het midden van het laadje. En in dat laadje maak ik een gaatje met een pokey tool. Die prikken we er doorheen. Even kijken of die groot genoeg is. Wow. Klein eindje nog. Ja, zo kan het wel. Dan pak ik een touwtje. En ik pak wat
belletjes. Even kijken. Twee dezelfde belletjes. Althans, twee dezelfde kleurtjes. Is wel leuk. En die belletjes ga ik aan het touwtje doen. Kerst en belletjes, ja, dat vind ik altijd erg leuk. Knoopje erin. Zo, nou, ze rammelen ook nog. En dan ga ik die uiteinde van dat touwtje, even iets korter knippen, die ga ik door dat gaatje doen. Althans, dat is de bedoeling. Nou, dat gaat nog best wel snel. Dan doe ik aan de binnenkant ook nog even een knoopje. En dan knip ik ze iets korter af. En er zit maar één knoopje op nu. Dus ik ga gewoon aan de binnenkant van dat laagje. Doe ik een beetje lijm. Nou, komt u maar. Beetje lijm en daar leg ik die draadjes, zeg maar, die plak ik daar even in vast. Even vasthouden. Zo. Nou, dat is dan het handvat van het laadje. Die doen we er even in. Zo. Nu ga ik nog een deel snijden van mijn zelfgemaakte designpapier of karton of wat je ook maar wil. Dan moet ik even spieken. Even spieken. Wat was het nou? Ja, dan kan die 10 bij 18 was het. Ja. Even voor de zekerheid nameten. Nemen we een deel van 10 bij 18. Nou, ik snij even dat bovenste randje eraf. 10 bij 18. Dat is een basiskaart. En die past dan weer mooi hierbij. Maar daar ga ik wat mee doen. Eerst ga ik er een stempel bij pakken. En een stukje aquarelpapier. Nou, dat moet ik even uit mijn voorraadje pakken. Want dat heb ik vergeten klaar te leggen. Dat is niet zo erg. Ik pak nu een stukje Vaassen aquarelpapier 300 grams. En mijn stempelhulp, die nog steeds heel mooi schoon is. Zo, snel dat erin, dan ziet niemand meer wat van. En dan pak ik er een stempel bij, ook van de Crunch collectie. Dat is de SLGR stamp 97. En de mask die ik net gebruikt had, dat was de SLGR Mask 52. En deze stempel, dus de mask en de stempel, die kunnen jullie ook nog bij mij winnen strakjes. En het is de stempel Holy Night, noem ik hem maar. Die zet ik, die leg ik op een stukje aquarelpapier. En dan ga ik die even stempelen met wat zwarte inkt. Ik heb net het stempelblokje gevuld met de navulling, dus hij zit lekker vol. Dus hij moet denk ik zo wel eventjes met de heat-tool erachteraan, want hij droogt natuurlijk ietsjes langzamer. Nou, helemaal mooi. Waar is mijn doekie? Ja, ik gebruik dat ding best veel. En dan heb ik hem gebruikt en nou weet ik dat dat erop zit. Maar ja, dan ben je met live bezig en dan leg je hem weer weg. En dan vergeet je hem weer schoon te maken. En dan komt de volgende live en dan denk ik, oeps, hij is nog niet schoon. Ik stempelde met VersaFine Clear. Ik gebruik altijd de clear, vind ik gewoon een fijne inkt. Alleen ik zei, ik had hem net gevuld. Dus ik
ga even ietsjes erbij met de huur toe. Want hij is nu wel heel erg vol. En je kan ook altijd even checken door er een doekje op te leggen. Even iets aan te duwen en als daar niks meer op zit, is het klaar. Nou, doekjes ben ik toch nog nodig. Een beetje water en dan nog even wat kleurtjes. En die heb ik nog niet gepakt, maar die liggen hier vlak bij me. Even kijken. Even dat aan de kant. Ik wil wat rood. Waar is mijn rood? Oh, hier. Geranium red. En dan wil ik een beetje huidskleur. Ik heb er al van alles voor gezet. Even zien. Nou, we doen de flash. Het is maar een klein koppetje. En een beetje grijsbruinig. Hebben we dat ook nog in de handel? Warm grijs. Oh, dat kan ook wel. Warm grijs. Nou, een paar kleurtjes. En dan ga ik even op een snelle manier, wat ik bijna zeg, ga ik even dat meisje een beetje kleur geven. Oh, die is wel heel donker. Maar dat geeft niet. Ik ben mijn waterpenseel er nog even bij. En ik ben mijn potje water ook vergeten. Maar ik doe gewoon wat water op een clearblok. Dan kan het ook wel. Dan haal ik mijn penseel er even door. Dan zet ik wat van die kleur op, op dat acrylblokje. In dit geval. Als het maar iets is wat glad is. Neem ik daar wat kleur van op. En dan ga ik gewoon het meisje even op een simpele manier een kleurtje geven. Kijk, zo een beetje kleur op het gezicht, een beetje kleur op de handjes. Het zijn maar hele kleine onderdeeltjes, dus echt helemaal met schaduw en dat soort dingen, dat hoeft niet echt, zou ik zeggen. Klein beetje. Even zien. Heeft ze nog een nek? Nou, ja. Dit zal de nek zijn, denk ik. Zoiets ongeveer. Ja. Ik vind dat wel een nek. Of het was van de strik. Nou, maakt niet uit. Er zit kleur op. Daar gaat het om. Dan zijn we die niet meer nodig. Dan neem ik een beetje grijs. Dan zet ik ook weer een beetje grijsbruin is het eigenlijk. Een beetje water aan mijn penseel. Behalve op alcoholpapier, daar ben ik achter. Oh, ik weet niet wat daar. Er was ergens denk ik een vraag over stempelinkt. Ja, je kan deze niet op alcohol of op jupo-papier gebruiken. Dat gaat niet. Dan ben je echt de Stays in Place nodig of de Stazon. Ja, een beetje van het grijs-bruine. Dan gaan we het boek een beetje oud mee maken. Hè? Want dat boek dat wordt natuurlijk elk jaar weer gebruikt. Dus dat krijgt ook een beetje een smoetsige kleur. Dat tasje mag ook een beetje van het bruinachtig grijzige tint hebben. Een beetje veel aan die kant. Want dat is de donkerste kant. Nou, kijk. Een beetje uitvloeien nog. Zo. Nou, dan heeft ze nog een hele mooie jurk aan. Daar pak ik de rood voor. Dit was de geranium. Zet ik ook weer iets op een clearblok. Een beetje water aan mijn penseel. Veeg ik wat af. Want dan blijft er nog genoeg in die vezeltjes zitten van dat penseeltje. En dan proberen om het zo te doen, dan ga ik aan de onderkant, of eigenlijk aan de bovenkant van de rok, laat ik het zo maar zeggen, daar begin ik en dan zo
iets naar beneden toe in die vouwen. Dus dat het in die vouw het donkerste is. Nou, dan doe ik dat zo uit de losse hand hier. Dus dat is een beetje mikwerk. Kijk, en dan vloei je dat een beetje uit naar de plooi toe, naar de bovenkant van de plooi. Daar blijft het natuurlijk het lichtste. Dus aan de bovenkant van die plooien. Daar blijft het lichtste. En in de plooi is het donkerste. Nou, deze plooi zit er helemaal onderin, dus die mag helemaal donker. Nou, het gaat natuurlijk niet zo als dat ik normaal netjes op een tafel zou kleuren. Ik wiebel nu natuurlijk een beetje, maar goed, het gaat even om het idee hoe je die kan kleuren. Want die plooien die zijn eigenlijk heel erg mooi. Het zijn allemaal laagjes van rokken, dus we gaan bij de volgende gewoon weer onderaan die plooienstrook beginnen. En dan weer naar beneden toe aan één kant, aan de laagste kant van de plooi. Dan gaan we naar beneden toe. En de hoogste kant van de plooi blijft natuurlijk het lichtste. Nou, ik doe dat nu even op een hele snelle manier. En het is echt oefenen, oefenen, oefenen. Elke keer maar weer kijken van waar moet het donkerder, waar wil ik het lichter, waar moet ik meer water. Hoe meer water met een aquarel, met een watercolor stift of wat ook, hoe lichter als de kleur wordt. Dus je kan ook rustig zo zonder kleur dat uitvloeien met een beetje water. Dat kan ook allemaal. Zo. En dan hebben we nog de laatste. Nou, dan begin ik ook gewoon weer donker langs die onderrand. En dan de diepte van de plooi is het donkerste. Die helemaal daarachter. Deze zit erachter. Daar komt weer iets, een bult in de plooi, dus daar wordt het weer lichter. Nou, zo kan je zeg maar zo'n jurk een mooie kleur geven. Dus wie weet win je zo de stempel en dan kan je daar mooi mee oefenen. Nou, ik leg hem even neer. Dan kan ik hem even op mijn snelle manier even afmaken. Of op een snelle manier, maar even een beetje meer kleur geven. Want deze stempel ben ik zo nodig bij mijn laadje. En ondertussen ben ik ook nog even iets aan het verzinnen hoe ik zo de stempel kan verloten. Oh, en weet je wat we ook nog hebben vandaag? Misschien is het daar wel verteld. We gaan onder de bestellingen worden vandaag bij bestellingen boven de 50 euro worden vandaag ook nog mooie goodiebags verloot. En ik heb gezien dat het mooie goodiebags zijn. En volgens mij waren ze ook ergens te zien, maar dat heb ik gemist. Ik ben vandaag even een beetje druk geweest met andere dingetjes. Vandaag was ik elektricien. Ik heb mijn verlichting een beetje veranderd hier. De nieuwe stroomdraden eraan gemaakt. Dus ik vond het een beetje eng hier. Was ooit eens met wat kroonsteentjes aan elkaar gezet. En dat vond ik toch wel een beetje spannend allemaal. Dus daar ben ik dan vandaag ook nog mee bezig geweest. Ik ben van allemaal thuis. Dus altijd zo, als hier zo het licht uitvalt, dan heb ik iets niet goed gedaan.
Hier moet natuurlijk ook normaal gesproken nog meer schaduw en dat soort dingen in. Maar dan ben ik zo een uur of anderhalf uur verder mee aan het prutsen. Want dan zou ik nu ook nog een donkere rood erbij pakken om er nog meer diepte in te krijgen. En ja, ik kan daar best wel lang mee prutsen. Maar goed, het gaat nu even om dat de mevrouw zo gebruikt moet worden bij mijn laadje. Even zien, een beetje rood erbij, want ze heeft ook nog een mutsje op. Nou, tot nu toe is het nog steeds verlicht hier, dus het gaat goed. Ja, dat is altijd zo grappig. Als we hebben laatst iets nieuws gekregen van Ziggo, dat moest ook even aangesloten worden. En dan was het ook beter als we even nieuwe kabels en zo eraan gingen doen. Nou, zegt mijn man, en ga je dat zelf doen? Ja, zekers. Nou, wanneer ga je dat doen? Ik zeg, nou dan en dan. Nou, zegt hij, dan ga ik maar weg. Leuk. Terwijl die bouwvakker is, hè. Maar van dat geprutste houdt hij helemaal niet van. Hij kan eigenlijk van alles. Maar op het gebied van elektrische dingen mobiele apparaten en dat soort dingen, daar moet hij helemaal niks van hebben. Oh, dat meisje heeft ook nog een lichaam. Tuurlijk. Je hebt ook nog een jurk aan de bovenkant. Even zien. Dat is een tas. En dit is de jurk. Daar moet natuurlijk ook een beetje kleur op. De mouw. Ja, daar komt ook rood. Ze heeft gewoon helemaal een rode jurk aan. En dan heeft ze ook nog een capeje om. Nou, die wordt ook rood. Helemaal in kerst. En zo. Daar een beetje donkerder eronder. En dan heeft ze ook nog een strik. Nou. Ze heeft in elk geval wat aan. Anders is het ook zo koud om voor de deur te gaan staan zingen, hè? Even mijn penseel een beetje uitpoetsen. Dan kan het rood weg en pak ik nog even een beetje blauw erbij. Optater gehad, ja. Dat kan ook. Nou, mijn moeder heeft ook een optater gehad. Die hadden vroeger had je zo'n ijzeren aanrechtblad. Weet niet, met van die ribbeltjes er allemaal op. En mijn vader, die was ook handige Harry. Die was een, hoe noem je dat ook alweer? Bij ons noemen ze dat de Rad van Fortuin. Dat is zo'n wiel met allemaal nummertjes erop. En dan, dat was die dus aan het maken met de lampjes erin. Dus als dan dat wiel ergens stopte, dat er dan zo'n lampje ging branden. En toen vroeg hij aan mijn moeder van, goh, wil je eens kijken of er dan nu zo'n lampje gaat branden? En mijn moeder die pakt dat aanrechtblad vast om te kijken. En toen bleek dus dat het hele aanrecht onder stroom stond. Dus mijn moeder die schreeuwde, wat ze eigenlijk niks van merkte, maar er kwam ook geen geluid uit verder. Maar ze zei, ik heb heel hard geschreeuwd. Nou echt, we hebben niks gehoord. En toen viel ze op de grond. Dus wij zijn toen wel heel erg geschrokken. Maar ze kwam gelukkig weer bij en ze was een beetje beduust, zeg maar. Ze zei, nou, je bent weer opgeladen voor de eerste 100 jaar. Ja, nu achteraf maken we er dus maar grapjes over, maar op dat moment schrikt hij wel. Mijn mamtje, ja, dat gaat nu wel redelijk. Het is nog wel een beetje licht in het hoofd. Niet van het stroom hoor, dat is al jaren geleden, maar ze heeft de val zeg maar goed doorstaan. Maar goed, ze is wel heel bang om weer te vallen. En,
dat hopen we dus maar niet. Maar goed. Hopen dat het goed gaat. Nou, kijk, ik begin alweer verder te prutsen als dat ik eigenlijk wilde. Dus ik stop er gewoon mee. Het plaatje heeft kleur. Ik heb een beetje blauw eromheen gedaan. Zeg maar een beetje aan de buitenkant. Dat het ook een beetje kleur heeft. En dan... waar is mijn dopje nu? Ik had een dopje aan mijn penseel. Nou, die is er van tussen. Helemaal prima. Die kan ook aan de kant. En dan ga ik dat meisje, of die mevrouw, of wat het ook is, ga ik wat verkleinen. Moet ik even spieken. Waar mijn basis, dit is mijn basiskaart. Daar komt die wel op. Oh, wacht, ik moet ook nog wat weggeven, hè. Ja, dat was dus mijn mask die ik gebruikt had bij dit achtergrondpapier. Die ga ik dus weggeven. En ik denk dat ik maar gewoon hieronder schrijf van stad. Dus zo gauw als het woordje stad komt in beeld, dan... mogen jullie een woordje typen en dat is dan het woordje, zullen we eens doen, stroom. Dus als ik stad heb getypt, dan mogen jullie het woordje stroom. Oh, ik zet zelfs stroom in plaats van start. Dan moet de start zijn. Nou, start. Nou, en dan krijg ik een Olsen. Wat is dat dan weer? Start. Start, start. En dan mogen jullie dus zeggen van stroom. En dan ga ik daar straks even een beetje heen en weer scrollen. En waar die dan stopt, die wint dan die stempel. Deze stempel. Ja, een nieuwe dan. En een mask. Nou, ik ga hier een beetje een... andere maat van snijden. Even spieken. Hij is nu 9. Ik wil hem nog wat kleiner. 9. Ik ga naar 8, denk ik. Nee, nog ietsjes kleiner. 8,5. 8,5 bij 17,5. Nou, dat wordt 16,5. Doe er aan beide kanten een halfje af. 16,5. Bij 7,5. Dan ga ik nog een beetje... Waar is die? Spieken. Aan deze kant. Nee. Even kijken. Ik had hier nog van die mooie... Ja, hier zo. We hadden zo'n mooie set van Spectrum Noir. We hebben koper, goud en zilver stiften eigenlijk. Die heb ik nog nooit gebruikt. Dus dat gaan we nu dan maar eens even doen. Jullie mogen raden één keer. En het zou leuk zijn als degene die al wat gewonnen heeft vandaag. Dat die dus zich even uitsluit om mee te doen. Deze wil ik hebben, die dikke. En als ik straks typ van stop. Dan... gaan we dus stoppen. Nou, even de punt vol laten lopen met de verf. Hij is dus echt nog splinternieuw. En dat is ook zo met de Posca's, hè. Als je die dus aanschaft, dan zijn die punten gewoon wit. En dan moet je die punt zeg maar zo induwen. Kijk, en dan komt er vanzelf de kleur aan. Nou, daar komt hij al. En dat is een mooie gouden. En die ga ik hier langs de kant doen. Ik vind die goud past wel weer mooi bij de basis. Oh ja. Stop. Zo. En zo. Een beetje goud langs de randjes. Geeft een beetje bling bling, hè? Dat is dat.
dit is niks. Dan zoek ik even mijn Mika. Dat heb ik hier ook ergens neergelegd. Maar ik zal eerst even... Nee, ik ga even... Ja, ik moet eerst even scrollen, want anders is dat allemaal weer weg. Even kijken. Waar zijn we gebleven? Waar is stop? Hier is stop. Nou, ik ga een beetje heen en weer rammelen met die... met dat muisgeval. En moet ik even kijken dat ik wel stroom blijf zien. Nou, daar staat het woordje stop weer. Dus daar moeten we niet zijn. Nou, ik stop hier. En dan zie ik een Anneke. Anneke. Jij wint de stempel en de mask. En je mag daarvoor even een mailtje sturen naar info@studiolights.nl. Dus Anneke staat er. Ja, Anneke. Gefeliciteerd, Anne. Jij mag dus de mail sturen naar Studio Lights. info@studiolights.nl. Ik ga mijn Mika erbij pakken. En zoals ik van de week al vertelde, we hebben dus nu die lekkere, dikke 250 gram Mika. En ik ga daar 2 stroken van snijden. En die zijn zo'n 3 centimeter breed. Bij 21 centimeter lang. En dan pak ik weer mijn dubbelzijdige tape. En dan ga ik die 2 op elkaar plakken. Dus ik neem gewoon een strook dubbelzijdig tape. En dan plak ik deze zo netjes mogelijk. Ik kan het alleen niet goed zien, dat glimt hier allemaal zo. Nou, helemaal netjes is het niet, maar ik heb 2 stroken Mika op elkaar geplakt. Dus we hebben nu een lekkere, dikke strook Mika. De basiskaart. Even kijken, dan ga ik ook nog weer lekker met die stift even langs. Welke had ik nu? Deze. Kijk, dat goud, dat vind ik wel heel erg mooi bij die achtergrond passen. Dus lekker een gouden randje. En je kan er natuurlijk ook nog mee spetteren als je dat leuk vindt. Dat hadden we. Sorry, ik dacht dat die er nog wel waren. Als het tenminste over de stifter gaat. Kijk, als je daarmee spettert, krijg je hele leuke, fijne, gouden spettertjes. Dan ga ik hem een beetje helpen om te drogen. En dan pak ik een blaadje erbij en een Mikaatje en een stempeltje. Even aan de achterkant, dan trek de hele handel weer mooi recht. Zo. Nou, Mika. Ja, Mika, dat is dit plastic, zeg maar. Oh, de Mika. De markers zijn er nog wel, maar de Mika is alweer op. Oh, sorry. Dat wist ik niet. Dat is dan wel weer heel snel gegaan. Maar ja, wat gaat er tegenwoordig niet snel, hè? Anders vliegt die winkel uit, joh. Als je die deur openzet, komen je de pakjes tegemoet. Ik ga aan de achterkant van dat kaartje ga ik een stuk Mika plakken. Ongeveer... Nou ja, wat zal het zijn? 15 centimeter. 15 centimeter ongeveer. En dan ga ik, even zien, had ik hem al goed omgelegd? Ja, aan de onderkant naar boven toe. Op ongeveer 15 centimeter plak ik Mika. Viel ik weg? Nou, Anita, ik zit nog steeds rustig op mijn stoel hoor. Even met de vouwbeen goed aanduwen. Dan doe ik aan de andere kant van het onderste stukje
doe ik ook tape. Maar nu tape ik wel even het hele strookje goed in. Zo. Dat vouw ik dubbel. Maar niet helemaal strak dubbel. Ik vouw het een beetje dubbel. Dus je gaat dit niet echt helemaal strak dubbel vouwen. Maar je houdt het even een beetje dubbel. Zodat je dat plaatje op de kaart kan plakken. Dat het mica zeg maar op de kaart vast komt te zitten. Nou, jullie snappen hem misschien nu al. Of moet ik de deuren ook niet open laten? Is het hem dat? Nou, die zal ik dan de volgende keer dicht doen. Ik doe dit even met tape. Gaat net zo fijn als met de achterkant van het basiskaartje doe ik nu tape. In het midden. Zo. En dan plak ik dat basiskaartje in het doosje. Oh, oh, oh. Nu nog niet. Hij plakt iets te snel. Kom, kom. Zo. Kom, omdat hij een beetje bol stond, dan raakt hij er. De onderkant. Zo. Nou. We plakken hem in het doosje. Dan doen we het laadje in het doosje. We vouwen die dame met één vinger onder dat laadje. Of in dat laadje. En dan doe je het laadje dicht. Dan heb je dus een leuk cadeautje. Hier komt nog allemaal versiering op. En de ontvanger die doet het laadje open. En dan gaat die kaart rechtop staan. Dus je vouwt die naar binnen. In het laadje. Laadje dicht. Leuk versieren allemaal. En doordat dat mica zo lekker stevig is, vloept dat kaartje uit het doosje. En kan je het doosje dicht doen en heb je een staande kaart. Laat ik het zomaar uitleggen eigenlijk. Dat het een staande kaart is die uit een doosje vloept. Nou, de versiering. Dat krijgen jullie nog wel te zien. Want ik ben al ruim over de tijd, wou ik zeggen. Gelukkig qua live tijd en niet anders. Maar goed, dit was dus een ideetje en ik had dus het Studio Light gebeuren en ik heb alles maar in een combinatie gegooid dat ik dus en het Studio Light gebeuren gebruik en het vloepende kaartje heb gemaakt. En dat was hem. Het zit erop voor vandaag. We hebben weer drie live uitzendingen erop zitten. Ik heb het sneller gedaan trouwens als wat ik dacht. Ik denk, oh, daar ben ik heel lang mee bezig. Maar goed, even de turbo aan en het is weer gelukt. We gaan lekker weekend houden. Althans, ik wel. Ik ga morgen lekker dingetjes voor mezelf prutsen. Hoop ik. Meestal als ik dat denk, gebeurt het niet. Maar goed, we zien het wel. Ik dank jullie allemaal voor eigenlijk de hele dag. Alle lives kijken. Prijswinnaars gefeliciteerd. Er lopen nog acties in de webwinkel. Dus maak daar gebruik van. En dan weten wij wel weer wat we volgende week in de winkel kunnen doen. Ik zie iets van dozen en pakketjes en plakband en vracht en dat soort dingen. Goed, we doen het met plezier. Ik wens jullie een fijn weekend verder. En tot de volgende keer. Dag allemaal.